John, dat was bijna een sensatie, zeiden ze hier. Ja. Ja, nou goed, we hebben dat natuurlijk niet goed gedaan vanavond. Als je het goede gevoel van gisteren ja, hoop je mee te nemen in deze wedstrijd. Ik weet, het is in korte tijd veel wedstrijden spelen. We hebben bewust voor gekozen, ook omdat we het weekend in principe vrij weekend hebben in dat opzicht. Maar het is toch jammer dat je niet een vervolg op gisteren hebt gegeven. En dat, nou, dat vind ik het enige. En het belangrijkste is dat je weer gewoon getraind hebt, want zo zie ik dat. En dat we ja, uiteindelijk fit zijn gebleven. Dus klaar. Ook niet te moeilijk over doen. Nee, niet, want deze jongens die zijn 6 klassen minder dan die tegenstander van gisteren. En daar speelde je natuurlijk een goede pot tegen. Daarom, ik zeg al, van, het is jammer dat je dat niet een vervolg kan geven. Maar ja, het is dicht op elkaar, dus we kunnen heel veel excuses gaan verzinnen. Het is helemaal niet aan de orde op dit moment. Die jongens hebben het goed gedaan, die anderen. Dus ja, die hebben gevochten voor inderdaad een sensatie. En, ja, gelukkig scoor je nog de 3-2. Elk schot was ook raak van hen, hè? Sorry? Elk schot was ook raak van hen. Ja, ja, mooie goal. Met name die tweede goal van hen. Was natuurlijk een goede actie van die spits. Dus die schoot hem aardig binnen. Dus, maar nogmaals, wij kunnen onszelf dat allemaal verwijten dat het zover is gekomen. En ja, dat neem je weer mee en dan is het klaar en dan gaan we weer verder. Dit was een training en soms heb je wel eens trainingen dat het wat minder loopt dan de andere. En dat was vandaag. Maakt het nog uit voor jou als trainer dat je, dan pak je nog even die overwinning tegen die amateurs in plaats van 2-2? Nee, ik blijf altijd zeggen, ik heb gisteren ook gezegd, dat de resultaten niet bepalend zijn. Het gaat mij altijd om de manier waarop en ik vind het jammer nogmaals dat we dat niet een vervolg gegeven hebben aan de ene kant. Aan de andere kant zie je ook vanavond weer een aantal dingen dat je denkt van ja, daar willen we mee verder en dat, ja, dat is belangrijk. En tegen wie je speelt, dat maakt dan niets van uit.